Yo, de gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Subdraft. Een serie waarin ik fuddrafts doe aan de hand van challenges die jullie mij geven. Vandaag is er ook weer een topcomment uit de vorige aflevering gekozen waar we een challenge voor gaan doen. Maar voordat ik die ga voorlezen, een blauw duimpje zou super tof zijn. Bij 4000 likes komt de volgende aflevering online. En laat reacties achter met daarin een challenge voor de volgende keer. Jouw Instagram naam. En als je merkt dat die topcomment is, stuur hem alsjeblieft naar mij. Dat heeft de winnaar van vandaag ook weer gedaan. De Gameboys NL, oftewel Bas.Woutsma op Instagram. Dankjewel Bas voor deze comment. Ik ga jou een berichtje sturen op Instagram. Hij heeft gezegd, je moet de speler met de kortste naam kiezen. Like als dat je ook leuk lijkt. Nou, hij had op dat moment 71 duimpjes omhoog. Dat was een paar minuten na de video. En sindsdien heb ik niet een comment gezien met meer duimpjes omhoog. Kan dus zijn dat ik dat fout heb, maar dat komt dus omdat YouTube dat niet laat showen. Moet ze echt een keertje achterna gaan. Maar we gaan dus vandaag een fuddraft doen. En we gaan elke keer kiezen voor de persoon met de kortste naam. We gaan wel de 4-3-3 false 9 kiezen. Want gelukkig hoeven we niet hiervoor voor de kortste te kiezen. Want anders zouden we de 5-3-2 moeten doen. Al is 5 verdedigers dit jaar heel erg overpowered. We gaan dus elke keer kiezen naar de kortste naam. En we hebben heel veel geluk. Want in tegenstelling tot andere fuddrafts heb ik hier best wel, dit draait eigenlijk allemaal puur om geluk hebben. Dit hiermee heeft mijn inbreng niks te maken. We moeten gewoon elke keer de persoon kiezen met de kortste naam. Dat is hier Koman. En voor de rest maakt het niet uit. Ja, ik heb er echt 0,0 invloed op. Aan de ene kant is dat wel leuk, maar aan de andere kant mogen nu toch kiezen gewoon Benyat en Noboa. Ga gewoon voor Benyat, dat is in ieder geval een BPL-speler. Het is in ieder geval een BBVA-speler. Ja, wat de vorige keer bijvoorbeeld was, is dat ik dan wel, als er dan geen Argentijn of geen Belg in zat, dat ik gewoon een beetje mocht kiezen. Wie heeft hier de kortste naam? Ik zou willen dat het Suculini was, maar volgens mij is het Lemoine. Dat zijn 7 letters. Suculini zijn 8 letters helaas. Dus het gaat tussen Lemoine en Abraham. Maar we gaan dan voor de Fransman. Kunnen we die in ieder geval omdraaien? Hebben we een beetje teamgeest eraan over? Kan zijn dat dit een hele slechte draf wordt. Dat ik dan vervolgens hier niks aan heb. En dat ik dan ook direct eruit geknikkerd word. Maar dat zien we dan wel weer. Matic en Motta zijn allebei ongeveer even lang qua namen. Ongeveer, ze zijn even lang qua namen. Maar ik ga maar gewoon voor Matic. Ja, die teamgeest, daar gaan we het niet voor doen. Want voor hetzelfde geld krijgen we een BPL-verdediging. Zoals Blind bijvoorbeeld. Die heeft een korte naam. Blind 5, Matip ook 5. Ja, dan gaan we sowieso voor Matip. Die is net iets groter dan Blind. Dat zou ik liever in mijn verdediging willen hebben. De andere centerback-positie. Tomkins, Beresutski, Alexis, Subotic. Dan heb je Tomkins met 7 letters. En Alexis met 6 letters. En ja, Alexis. Nou, in ieder geval Spanjaard. Als we dan een Spaanse rechtsback krijgen. Nou, Mario Gaspar is inderdaad Spaans, maar die naam is toch wel een beetje lang. Basta is het kortst. Basta of Abate. Gaan we dan maar Basta kiezen dan Abate. Ik denk dat de kans groter is dat we een Italiaanse verdediger krijgen, dus dat we hem misschien meer aan Abate hebben. Op linksback een Frans... Oh, Fuchs. Nee! Clichy zou echt super chill zijn. Heeft 6 letters, maar Fuchs heeft er 5. Dus die moeten we nemen. God miljard. Elke andere speler zou zo chill zijn geweest. Bernat had zelfs een goede link met Sommer. Of met Sommer, met Koman. Ik lees gewoon voor wat er staat. Dit is Navas. Oké. Hebben we in ieder geval iets aan die BBVA-verdediger. Dan de bank. Nu gaat het leuk worden. Andanovic gaat het sowieso niet worden. Ik denk Leno, 4 letters. Dan de volgende speler. Bellerin. Nee, Goulam heeft tenminste. Ja, daar hebben we dus ook weer een partijtje niks aan. Dan de volgende. Dit wordt Toprak of Bender. Dit is allebei 6. Dus we gaan dan voor Toprak, denk ik maar. Want die heeft een goede link met Leno. Ik zie toch niks over het hoofd. Nee, inderdaad. Toprak. Huppakee. Leno en Toprakkie. Let's go, jongens. Volgende speler. Misschien kunnen we er nog wat van maken. Hè? Je weet het niet. Het gaat tussen Diarra en Ribéry. Nou, zouden we Diarra kunnen doen voor teamgeest? Nou, zouden we ook Ribéry kunnen doen. Ik denk dat we dat gewoon doen. Ik denk dat we lekker Ribéry nemen. En die zetten we dan hier neer. En dan heeft Koeman in ieder geval volle teamgeest. En dan hebben we de 5-star skiller in ons teampie. Luis Gustavo Tyson. Ja, Tyson is dan het kortste. Hebben we niet heel veel aan. Ben ik niet heel tevreden mee. Lucas, Nolito, Gomez. Gomez heeft 5 letters. Lucas heeft 5 letters. Dan gaan we voor Gomez. Ik denk niet dat hij als valsnaam heel goed is. Maar die krijgt wel de meeste teamgeest als ik hem erin zet. Huppakee, plus 5. Ik wil nog even wat betere spelers, jongens. Gibbs. Die heeft 5 letters. Dit is het kortste. Hebben we niet. Nou, is in ieder geval beter dan Fuchs, dat wel. Dan de reserves. Nog maar 5 spelers over. Het gaat niet heel goed. Salah. Vela heeft het kortste. Ja, dat gaat ook niet veranderen. Dan Luke Shaw.
Die heeft het kortste. Maar ja, we hebben Gibbs. Dus Shaw en Gibbs, dat is niet echt een verschil. Hazard. Oeh, nee. Maar ja, dat wordt weer verpest. We hebben Hazard en Nani uit kunnen kiezen. Of Neymar. Of Felipe Luis, die echt insane goed is. Maar nee, Nani verpest het een beetje voor de rest. De ene laatste speler. Banega, Pirlo. Zeg niet dat we Pirlo moeten nemen. En dan de officieel de laatste speler. Deze FUT-draft is niet om over naar huis te schrijven. Hij is echt heel slecht. Zelfs sterker nog. Nou ben ik niet echt de FUT-draft koning. Ben er niet heel goed in. Dus heb ik hier ook niet heel veel vertrouwen in. Laat even een leuke comment achter voor de volgende keer, jongens. Eentje die een beetje te doen is. Waar ik zelf nog een heel klein beetje invloed in heb. Dat lijkt me wel wat. We gaan een tegenstander zoeken en hopen dat die of heel dramatisch is of een heel slecht team heeft. Dat slechter is dan dat van ons. En die eerste tegenstander heeft een oké teampje. Het is niet heel goed, maar het is wel beter dan ons team. Alright, ik heb een nieuwe controller, dus misschien werkt dat beter. Kan alleen maar in ons voordeel werken. Let's go, alle bal op Messi. Gomez, Koeman. Op Ribéry, terug op Koeman. En we staan 0-1 voor met de eerste aanval. Let's go. Wat heeft hij nou voor staartje? Het lijkt Palacio wel. Oh, die gaat er ook in. Wat een heerlijk schot van mijn tegenstander. Met Neymar. Nou, ik wil nog niet echt zeggen dat ik heel veel ruimte weggaf. Maar dit doet mijn tegenstander wel heel erg keurig. In één keer schieten. Nou ja, 5-star week voor Neymar, dus dat kan gewoon. Maar zo. Hallo, dag voorsprong. Gomez, diep geven op Benyat. Keeper komt uit. Kunnen we hem chippen? Kunnen we... Nee, dat is wel van heel ver. Door Koeman. Oh, Koemannetje. Met zijn tweede. Weer doet hij het heel lekker. Als Messi nou even er zo overheen gaat. Of Gomez. Nou, hier. Het kan toch niet dat we weer een chippy missen. Precies. Eindelijk scoren we een chip. Omdat hij echt elke keer zijn keeper zo ontzettend ver laat uitkomen. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Oh, ja. Dit wordt weer een doelpuntje. Oh, god. Oh, hij zit er nog. Ik moet me schamen. Ik probeer het dan zo te doen. Omdat ik denk, ja, neemt het toch niet meer serieus. Waarom zou ik het dan ook doen? Maar we scoren gelukkig. De scheidsrechter heeft afgefloten. Mijn tegenstander deed niks meer. Dus we hebben gewonnen 1-4. En we gaan direct door naar de volgende. Benyat is man of the match. Hoe kan dat? Oeh, mijn tegenstander in de kwartfinale heeft best een goed teampie. Ronaldo, dan die Scream, Bellerin, Felipe Luis. Kan gevaarlijk zijn. Oeh, keurige onderschepping. Niks mis mee. Op Mario Gomez. Op Ribéry. Op Benyat. Benyat in de verre hoek. 0 tegen 1. Benyat, hij doet het nu wel. Ergens is het maar goed dat ik waarschijnlijk nooit van mijn leven een voetbalcommentator ga worden. Want daar zou ik heel slecht in zijn. Maar we staan wel 0-1 voor. Mijn tegenstander zijn naam is Der Busbauer 94. Dat betekent dus de busbouwer 94. Ik denk ook dat dat voor mensen die geen Duits spreken redelijk logisch was. Hopelijk gaat hij niet Park de Bus spelen. Tenminste, we staan al voor, dus dat maakt niet uit. Dit is buitenspel en gaat er niet. Opendraaien van Gomez is goed. Dan gaat Messi veel handiger diep dan Benyat op dit moment doet. Want Felipe Luis kan hem niet bijhouden. En dan Mario Gomez. Heerlijk aanvalletje. Perfect uitgevoerd. Wat ik ook in gedachten had, dat is fijn. Vaak heb je iets in gedachten en dan... Ja, geeft hij met een paar opeens fout en dan denk je van, had ik toch anders willen zien. Maar hier is niks op aan te merken. Nee, Carlos Vela, die is links, gaat waarschijnlijk ook weer terug naar zijn linker. Zo, dat doet hij goed met dat dribbelen. Als hij nu het doelpuntje hieruit krijgt, dan is dat niet verdiend. Nee, wil ik niet zeggen. Oeh, Koeman springt daar eventjes helemaal mis. En, mooi doelpuntje, doet hij heel erg netjes. Je kijkt hoe hij dat dribbelen deed. Slaat nergens op natuurlijk dat dan... Je die bal wegkopt en dat het dan zo niet weg wordt gekopt. Dat het gewoon een beter verplaatst. Ja, dat snap je zelf ook dat niet de bedoeling was. Maar goed, dat gebeurt ook wel. Rabonaatje. Op Koeman. Weer Koeman die gewoon niet met zijn kop bij de bal komt. Ja, dit is... weer scoort. Nee, weer gaat die rebound er alsnog in. Oh, wat kan ik hier slecht tegen. Ja, je kan natuurlijk zeggen dat het slecht verdedigd is van mij. Want ja, Aubameyang is heel sterk. Maar dat is weer zo'n gevalletje van... Ja, ik wist wat hij ging doen. En uiteindelijk deed hij het. En dan krijgt hij ook nog die rebound gelukkig mee. Beetje vervelend. Het is rust. Het gaat gelijk op. Staat ook gelijk. Dus dat is helemaal prima. Baal er wel van. Twee doelpuntjes die eigenlijk... Ja, had ik moeten voorkomen. Maar daarom zijn ze vooral zo hinderlijk. Omdat het gewoon... Er hoeft er niet zo gek veel te gebeuren. Of ik had ze inderdaad voorkomen. Jongens, ik baal ervan. Het is ook gewoon... Nu is er weer zo'n situatie waarin alles helemaal fout gaat. En je ziet gewoon dat het fout gaat. En nog kan je er niks aan doen. Je kan er op dat moment dan... Ja, huppakee, beter. Twee keer die bal onderschept. Nu gewoon even normaal doen, jongens. Even normaal doen, zei ik. Oké, de scheidsrechter fluit af. We gaan de verlenging in. Ik moet echt iets gaan veranderen. Want het speelt gewoon niet meer goed. Matic. Dieptebal op Vela. Is dat geen overtreding? Nee.
Het is geen overtreding. En dan Vela scoort. 2-3, wat de hel. Mijn tegenstander dacht ook dat het een overtreding was. En nu moeten we het niet gaan weggeven. Daar heb ik wel eens een handje van. Dat ik dan in de verlenging alsnog doorbreek. En dat ik het dan alsnog zo makkelijk weggeef. Ik had het in de vorige futdraft volgens mij ook. Dat je in de verlenging scoort. En dan gewoon de eerste kans van je tegenstander zonder dat je überhaupt zelf de bal raakt. Gaat er ook in. Hoe kan dat? Huppakee, naar rechts. Yes, de keeper heeft hem. Ha, prank. Nee, joh! Ik blijf staan. Ik blijf staan. Oké. Okay. Zo, het ziet er heel lekker in, die van Ronaldo. Ik drukte hem echt harder in dan dat. Ik drukte hem echt harder in dan dat. Weet ik vrij zeker. Huppakee. Ja, we hebben hem. Huppakee. Ook met Coman scoren. Deze moeten we hebben of hij moet hem missen. We gaan naar rechts. Oh, hij schiet hem tegen de lat. We hebben gewonnen. We zijn door de halve finale van de futtrap. Wel door naar de halve finale. En ik heb een rood hoofd. Want ik heb het warm. Want ik heb een shirt en een trui aan. En de verwarming staat aan. Nou, mijn kop is nog steeds zo rood als een tomaat. Maar we gaan de halve finale spelen tegen dit volgende team. Screen Payet, 95 meter. Die is vooral gevaarlijk. En Messi aan de andere kant. Maar de formatie zelf zou ik misschien wel gebruik van kunnen maken. Ribéry op Benyat. Benyat terug op Ribéry. Niet buiten spel, alsjeblieft. Ja, en nu in de verre hoek. Let's go, Frankie. Benyat op Mario Gomez. Die met Hunter Miranda afschiet met een Hunterkaartje. Dus hij is inderdaad heel snel en sterk. 2-0. Let's go. Fake shot. Ribéry. Oh, lekker doelpuntje. Eerlijk doelpuntje, joh. Is Messi, ik wou net zeggen, is Messi nou weer aan het... Gaat hij erin? Ja, hij gaat erin. Ja. De scheidsrechter fluit af. Let's go, jongens. Finale van de futdraft met dit team. Dat, ja, ik was er sceptisch over in het begin. Maar, het, ja, we hebben het wel gewoon tot de finale geschopt. En weer is Benyat man of the match. Mijn hoofd is nog steeds 50 verschillende tinten rood. Maar we komen tegen dit volgende team dat wel heel erg goed is, hoor. Dit is wel een heel goed teampie. Oké, we moeten dus tegen iemand met een heel goed team. Kan dus zijn dat we net niet die beker gaan pakken vandaag. Maar dat proberen we natuurlijk wel. Oh nee. Oeh ja, die loopt heel goed vrij. Hele mooie aanval van mijn tegenstander hoor. Ja, Kouyaté kreeg op een gegeven moment die bal. En ik stapte in met die verdediger. Met Toprak was dat. En ja, die moest eigenlijk Gundogan dekken. Dus daar hebben we tegenstander heel goed gezien. Dom verdedigd van mij. Ik ga Mario Gomez wisselen voor Vela. En dan wissel ik Vela om voor Messi. Ik denk dat dat misschien wat meer werkt, omdat, nou, Gomez, die wordt gewoon aan de kant geduwd en gebeukt door Mertesacker, die natuurlijk zijn pace upgrade heeft gehad. Daardoor echt en snel en sterk en heel goed kan verdedigen. En misschien dat Messi daardoor met zijn behendigheid wat meer kans heeft dan Mario Gomez. Want op kracht ga ik het sowieso niet winnen. Hier, daar heb je hem al. Messi. Oh, wel een kans. Ja, dan heb je, dan denk je dat je een kans hebt, maar dan kom je tegen die Scream Mertesacker. Die natuurlijk gewoon echt heel goed is. We scoren 1-1. Ja, Matić. Ik had die bal met Vela. En ik dacht, ja, wat kan ik nu doen? Er zit een schreeuwende Mertesacker in mijn nek te hagen. Maar uiteindelijk, met een voorzetje, door die hoge druk, dat Matić misschien mee naar voren kwam. Ik weet het niet. Ik vind het wel fijn. Geeft ons wat meer lucht. Zo, dat doet hij heel erg goed. Wat een aanval weer, joh. Oh mijn god, ik word weggetikt. Ja, dit deed ik niet zelf natuurlijk. Dit doet hij heel goed, dit tikken en dan diep gaan. Maar dat mijn verdediging, dat er gewoon 3 mensen wegstampen... terwijl je dat zelf niet bestuurt, dat is wel heel vervelend. Maar ik ga niet zeggen dat het een prachtige goal... of ik ga niet ontkennen dat het echt een hele mooie goal was. En dat hij waarschijnlijk ook gewoon verdiend was. Want ja, zoals ik zei, hij speelt beter dan ik in ieder geval. Benyat zit ertussen. Of Ribéry. Op Benyat. Terug op Ribéry. Ribéry! Oh, nee! Ja, terug op Messi. Oké, dit moet hem zijn. Die moet hangen. Die keepergap. Wat een redding. Je hoopt gewoon dat je spelers dan, als je dan zo speelt, zoals nu, dat ze dan iets alerter gaan zijn, weet je wel. Dat ze met high pressure ook echt die hoge druk voeren, uitspelen. En we krijgen nog de 3-1 om onze oren. Dat is misschien ook weer een beetje onverdiend. Nou ja, goed. Ik had al geaccepteerd dat we dit niet zouden winnen. Mijn tegenstander heeft een heel goed team. Is ook heel goed. Ja, de scheidsrechter fluit direct af. Maakt niet uit. Ik vind het allemaal prima. Mijn tegenstander was erg goed. Had een erg goed team. En ik vind dat wij het keurig hebben gedaan met ons korte namen team. Ik ga kijken welke pakketjes ik krijg. Dan ben ik iets later bij jullie terug. Want het team of de wie komt morgen uit. Dus het is misschien ook voordeliger als ik die pakketjes dan ga openen. Stel je krijgt iets, je weet het niet. Is het handiger om het dan te doen.
Nou, ik heb 2 dagen gewacht. De Jumbo goudpakket, zeldzaam goudpakket en een goudspelerspakket. Er is wel een heel sick team of the week nu. Dus wie weet, zou je er ineens iets uit krijgen? De kans is niet aanwezig, want in deze krijgen we een non-rare als beste. Ja, joh. Oh, heel chill. Nou, dan zullen we in het zeldzaam goudpakket waarschijnlijk ook non-rares krijgen. Ook al kan dat helemaal niet. Nou, dat niet. Maar wel 3 kleine sterretjes. Ja, je voelt hem al aankomen. Mijn FUTDRAFT rewards zijn nooit zo goed. Wilfried Boni en Troy Deeney. Nee. En dan het laatste, het goudspelerspakket. 1 zeldzame speler. Je wordt bedankt voor het kijken naar deze aflevering van SUBDRAFT. Laat een comment achter, laat een like achter. En like elkaars comment. Ik hoop dat de volgende keer de prijs wat beter zijn. Je wordt bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Joejoe!